Een 22-jarige vrouw uit Den Bosch is donderdagmiddag aangehouden voor diefstal in het woonzorgcentrum waar ze werkt. De vrouw zou sieraden van een 87-jarige bewoonster hebben gestolen. De verdachte had 's ochtends in het huis van het slachtoffer aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch gewerkt. Toen de verdachte het huis van de bejaarde vrouw had verlaten, waren er sieraden verdwenen. Die sieraden werden later teruggevonden in het huis van de verzorgster. De vrouw zit nog vast voor verder onderzoek.